De nieuwe politiek op DTV Express, online tv, nu live vanaf het plein van Baba M.I. Het is morgen 148 jaar Hindoestaanse immigratie. Ofwel het feit dat herdacht wordt dat de eerste Brits-Indische immigranten voet aan wal op Surinaamse bodem zetten. En we staan hier voor het plein waar net al de eerste bloemen zijn gelegd. Mede in het licht van de lockdown zijn de herdenkingen wat aangepast. En daarom heeft de Stichting Hindoestaanse Immigratie zojuist enkele minuten geleden Baba M.I. omhangen met tropische Surinaamse bloemen. En we staan hier met twee kopstukken. Meneer Ramon Jola Persat is de voorzitter, de ondervoorzitter van de Stichting Hindoestaanse Immigratie. En de andere man is onze burgervader van Paramaribo Noordoost, districtscommissaris Ricardo Bolla. En beide zijn het nazaten van dezelfde groep immigranten die zoveel kleur, ja, zoveel kracht en zoveel bijdrage heeft geleverd aan de verdere ontwikkeling van Suriname. Maar laten we het van hun horen. Er zijn hier ook lovende woorden gesproken bij de bloemenhulde. En we geven het woord aan DC Bolla. In de eerste plaats, gefeliciteerd. En het is toch wel een heel memorabele datum, hè? 5 juni 1873, 5 juni 2021. Ja, laat me beginnen om de totale Surinaamse samenleving te feliciteren met deze bijzondere dag. Een dag dat ons allen raakt in ons hart. Ja, laten we dat vasthouden, want dat was het vertrekpunt ook van deze mensen. Mijn voorouders, uw voorouders. Het jaar was 5 juni 1873 en het is vandaag 5 juni 2021. Je moet zich voorstellen, hè? Een bewogen geschiedenis. Een bewogen geschiedenis met vele ups en vele downs. Maar als we kijken, 5 juni 1873, de mensen die hier kwamen richting de vele plantages om daar invulling aan te geven, om de productie vooral op gang te blijven houden van de toenmalige kolonisten, de Nederlanders. Als we kijken naar het huidig moment, dan zijn het dezelfde mensen die nu nog steeds ploeteren op de velden om een bordje eten op tafel voor te leggen. Maar laten we ook verder kijken. Als we kijken naar de geschiedenis, dan zien we vandaag aan de dag dat we van landbouwers zijn geëvolueerd naar president van het land. Derhalve feliciteer ik ook de president van de Republiek Suriname, zijn excellentie Chandrika Persat Santokhi. Want het is een feit dat we nu ook een president hebben in ons land met zoveel vaderlandsliefde. Maar die dezelfde roots heeft als de burgemeester, als de burgervader van dit land. Ja? Ik ben trots dat ik als burgervader hier vandaag heb mogen staan. Voor mij is een droom uitgekomen. Zoals ik zojuist heb verteld, ik heb jaren hier in de schaduw gestaan en van een afstand gekeken. Het waren betere momenten. Je had hier een drukte van je welste. Ja? En nu is het moment daar dat ik ook zelf een krans heb mogen overhandigen. Een onroerend moment voor mij. Ik heb met tranen de vrije loop gegeven. Ja? Dus het is nogal wat als we kijken naar de vele verworvenheden. Naar we kijken naar een bevolkingsgroep dat zich altijd dienstbaar heeft gezet. Dat vaderlandsliefde kent. We hebben gezien dat de landbouwer is gegroeid via onderwijs naar vooraanstaande posities vandaag aan de dag. En dat alles dankzij Mai en Baba, die een onzekere reis achter de rug hadden. Ja? Moet je eens voorstellen, mensen, als wij alleen naar Miami moeten gaan, 5 uur, hoe ongeduldig we zijn. Laat staan naar Nederland, 8 tot 10 uur vliegen. En deze mensen hebben 6 maanden en meer alleen maar water gezien, met alle ellende van die. Ik heb diepe respect voor mijn voorouders. Ik ben ze eeuwig, maar dan ook eeuwig dankbaar. Heel pakkend zoals het DC dat vertelt en met trots herdenken en nazaten natuurlijk de komst van de eerste voorouders hier in Suriname. Het is nu ons Suriname, ons heerlijk land. Meneer Roelie, meneer Jawala Persat, die we natuurlijk allemaal kennen van Roelies. Ja, u zal natuurlijk even trots zijn als DC Bolla en misschien een beetje een pittige vraag. Maar hoe zou Suriname eruit hebben gezien zonder de Brits-Indiërs? Ja, in principe heeft commissaris Lebula gezegd en inderdaad heel pakkend ook. Maar onze voorouders, die hebben letterlijk geploeterd. Van huis uit zijn wij ondernemers. Ze zijn gekomen naar Suriname. Ze hebben de diensten geleverd die 5 jaar. Daarna mochten ze teruggaan, maar ze zijn gebleven. Een heleboel zijn gebleven. Dus een klein deel is teruggekeerd.
En vanaf dat moment zijn wij eigenlijk ondernemers. En u begrijpt, de ondernemerschap is heel belangrijk voor de ontwikkeling. En we blijven het zeggen, van dat is eigenlijk de ruggengraat. En u ziet het om u heen, de zeg 75% van de Hindustanen zijn ondernemers. En dat we vandaag aan de dag hier staan, heeft inderdaad te maken met die ondernemers zijn. En dan nog deze vraag, meneer Roeli, als ik zo vrij mag zijn natuurlijk. Heel Suriname kent u zo. Vanuit uw professie bekeken weet u als geen ander hoe rijk we aan cultuur zijn. Ik bedoel, wat een verrijking voor de cultuur ook, hè? De komst van de immigranten. Maar sterker nog, het heeft de Surinaamse cultuur verrijkt, wil ik zeggen. We kunnen heel wat opsteken, zowel op religieus gebied, gebruik, gewoonte. Ja, inderdaad, Steven. We hebben een aantal zaken hebben we niet losgelaten. Wat onze voorouders hebben meegenomen. En dat is zeker cultuur, hè? Dat hebben we niet losgelaten. Maar dat we vandaag in de dag hier met trots kunnen zeggen dat we samen met onze broeders de natie vormen. En dat is dan, u eet graag een roti, zoals ik de pompie. En dat heeft te maken met een stukje cultuur van ons. Hè? En meer nog, u ziet om u heen dat de Hindustan is geïntegreerd. Alle gelieven. En dat stellen we zeer op prijs. En Kami heeft net aangehaald dat we vandaag in de dag de eerste president hebben van de NASA. En inderdaad, met overweldigende meerderheid ook. En dat maakt ons allemaal trots van dat we dat gedeelte nooit zullen loslaten. Natuurlijk heb je anderen die ook zich heel verdienstelijk hebben gemaakt. En dan bemoeder ik zeker de grote leider van ons, dat is meester Jagannath Lakshman. Die man heeft ons altijd ook geleerd van, kom niet te werk met de overheid zoeken. Je bent van je bent ondernemer. Ga jouw ondernemerschap maken. En dat hebben we zeker ook meegenomen. Wat je vandaag ziet natuurlijk is ook niet juist dat iedereen een werk bij de overheid zoekt. Dat is incorrect. Je ziet, 95% van onze begroting gaat naar salaris. En dat is een onfrisse zaak. Het is een beetje uitweken natuurlijk. Deze Ebola. Ik wil van zeggen, het is een ceremonieel moment, kijkers. Maar achter deze ceremonie, deze symboliek, staat natuurlijk een heel verhaal op zichzelf, met heel veel emoties. En het is het verhaal van mensen die in het avontuur zijn gestapt en die daadwerkelijk een ontwikkeling wilden brengen. En deze symboliek is niet veranderd. Wat ook vandaag aan de dag, als we kijken naar de huidige generatie Hindoestaanse Surinamers, om ze zo te noemen, eigenlijk wil ik het woord Hindoestaan ook niet meer gebruiken. We zijn allemaal Surinamers, zoals de president zegt. En wij moeten Suriname opbouwen. Vanuit deze plek doe ik een beroep aan alle anderen die nog steeds bezig zijn met een stukje verdeel en heer. Polarisatie, politiek, etnische politiek. Het gaat ons niet vooruit helpen. Stop u daar alsjeblieft mee. Laten we samen hand in hand, schouder aan schouder. Hè? Laten we de krachten bundelen vooral. En laten we verder gaan. Suriname heeft ons allemaal nodig. Niet alleen deze groep Surinamers. Maar ook alle andere Surinamers die van overal en vandaan van de wereld hier naartoe zijn gekomen. Het was een missie van God dat we hier zijn gekomen. En wij moeten die missie samen volbrengen. God kijkt naar ons, wat wij van dit land zullen maken. We zijn een heel rijk land. Niet alleen aan cultuur, niet alleen aan wetenschap, niet alleen aan culinaire hoogstandje. Maar we zijn ook een heel rijk land als het gaat om die saamhorigheid. We zijn een voorbeeld in de wereld. We zijn, wat we zeggen, een United Nation. Kijk hoe mooi wij hier allemaal hier staan. Hou dit soort mooie dingen vast. Hou het vast en laten we verder gaan. Laten we opbouwen. En ik kan u verzekeren dat zeker, wat Raman ook al zei, deze groep ondernemers door zullen gaan met ondernemers.
En we moeten ondernemers de kans geven om een bijdrage te leveren. Dat is ook wat de president zegt. We moeten dit land samen ontwikkelen. Vandaar de Bromkidjari-gedachte, ook van de president. De regering werkt op dit moment keihard. We hebben een heleboel crisissen achter de rug. We hebben net gehad de watercrisis. Huh? Landelijk probleem ook. Huh? We hebben de financiële crisis. Huh? We hebben crisis als het gaat om COVID. Er zijn zoveel problemen. Maar laten we vooral deel zijn van de oplossing. Klagen gaat ons niet helpen. Ik doe daarom ook een beroep nu op dit moment om nogmaals aan te dringen. Echt mensen aan te dringen. De cijfers wijzen het al. 200 besmettingen per dag gemiddeld. Huh? Meer dan 3, 4, 5, 6 personen die doodgaan. Huh? Ons land gaat op dit moment achteruit. Houdt u zich aan de regels op. U heeft gezien dat wij hier in een vrij kleine groep bij elkaar zijn gekomen. Uit respect, maar ook om ons te houden aan die regels die ook zo belangrijk zijn. Ja? Dus laten we samenwerken. Laten we samen bouwen aan dit prachtige land. Ik feliciteer de Surinaamse natie met deze bijzondere dag. En ieder zal het op zijn of haar manier beleven. En op naar het volgend jaar. Geweldig. Bravo, DC. Het komt niet van de minste. Heel inspirerende taal. Ik wil u hartelijk bedanken, ook meneer Ramon Jewala Persat, DC Ricardo Bolla, voor dit bijzondere moment op DTV Express Online TV. Wij staan ook voor de Surinaamse zaak en we zijn ook erg trots dat de Brits-Indiërs die 148 jaar geleden als eerste hier naartoe kwamen, dat hun zaad verder is gegroeid tot wat het nu is. Een stevige boom en een rijke cultuur waar Suriname misschien ook wel heel anders uit zou hebben gezien zonder deze harde werkers. Een dag om trots op te zijn en een dag om je extra Surinamer te voelen. Ja. Meneer Ramon Jewala Persat wil de uitzending nog even netjes voor ons afsluiten. Ja, dat doe ik zeker. Vandaag is het precies een maand geleden dat wij onze voorzitter ter graven hebben gedragen. Dat is meneer Shamir Bizaar. En dan ga je zeggen, de grondlegger van deze plein is meneer Shamir Bizaar. Een groot Surinamer. Surinamer van kaliber. Ja. En we missen hem heel erg. Maar ik weet dat hij hier is met ons. Ja. Ik kijk naar ons. Geweldig. En die inspiratie, die ondersteuning die hij ons heeft gegeven. Hij was altijd man van gouden middenweg. Daar niet gouden worden. Dank u wel, Steven. Fantastisch. Dank u wel. En we besluiten deze live uitzending. Hartelijk bedankt meneer Jewala Persat en DC Ricardo Bolla. We gaan naar de volgende live flits, want Maisha gaat binnen minder dan een uur in gesprek met Winston Ramotar Singh, ook een trotse nazaat van Hindoestaanse immigranten. En die zal natuurlijk zijn visie geven over de actuele politieke ontwikkelingen. Blijf ons volgen hier op DTV Express Online TV.